Het is najaar 1944. Het zuiden van Nederland is al bevrijd en iedereen gaat ervan uit dat het noorden ook snel bevrijd zal worden. Het verzet wordt feller nu ze weten dat de geallieerden aan de winnende hand zijn. Maar de Duitsers verharden ook. Op vrijwel elke aanslag van het verzet volgt een wraakzuchtig antwoord van de Duitsers, met vaak doden tot gevolg. Verzetsgroepen moeten hierdoor extra zorgvuldig zijn. In Wormerveer leidden 2 aanslagen in oktober 1944 tot een drama dat veel mensen raakt, onder meer de familie Hofland. Een monument aan de Zaanweg in Wormerveer herinnert 5 mensen die uit wraak zijn gefusilleerd nadat het verzet een foute politieman en een verrader had neergeschoten. Een van de mensen op het monument is Dirk Hofland uit Wormerveer, geboren in Krommenie. Eigenlijk had ook zijn zoon Toffie op dit monument moeten staan, want de Duitsers waren naar hem op zoek. Wim Blank maakte het van dichtbij mee. Ja, dat doet me erg veel. Toffie kende ik erg goed en Dirk Hofland ook. En dat verhaal vind ik vreselijk, dat de vrouw de moeder moet kiezen of de zoon of de man gefusilleerd moet worden. Dat is heel erg, ja. Tijdens de oorlog zijn er verschillende verzetsgroepen actief. Je had de Ordedienst, de OD, die veel organisatorisch werk deed. Je had de Knokploeg, de KP, die vooral overvallen pleegde en sabotagewerk verrichtte. En je had de Raad van Verzet, de RVV, die hetzelfde deed als de KP. Maar in de Zaanstreek zaten er veel communisten in deze groep. Wim Blank zat onder de schuilnaam Wim Donker in de verzetsgroep KP in Wormerveer. Hij kreeg opdracht van zijn leiders om verzetswerk te verrichten. Soms was dat iets stelen of saboteren, maar soms was hij ook betrokken bij het neerschieten van verraders. De verzetsmensen wisten precies genoeg om hun werk te doen. Ik was groepscommandant, ik had 10 jongens, 10 mensen, die kende ik, maar voor de rest kende ik niks. Maar we moesten zo min mogelijk namen weten, want als je gepakt werd, dan was het bijna zeker dat je door je knieën ging. En we hadden ook schuilnamen. In het najaar van 1944 krijgt Wim Blank de opdracht om de Wormerveerse zwarthandelaar Gerben de Graaf te liquideren. Het verzet meent dat het een verrader is die niet van plan is hiermee te stoppen. Daardoor zouden er levens in gevaar kunnen komen. Toffie Hofland, Wim Blank en een Amsterdammer met de bijnaam Kleine Jan voeren de opdracht op 3 oktober uit. Wij kregen toen opdracht om de Graaf te liquideren, want dat was een verrader. Maar dat mocht ik niet doen, want dat is Wormerveerder. Maar ik had toen dus die Amsterdammer in huis en die moest dat dan doen. En Toffie Hofland die had hem geschaduwd. En die heeft toen gewaarschuwd, aan ons gewaarschuwd dat hij eraan kwam, waar hij zo ongeveer was. Gerben de Graaf fietst op 3 oktober in de ochtend bij de Dronkenbrug, vlakbij het Marktplein in Wormerveer. En toen ben ik dus voor gaan rijden en Kleine Jan die heeft hem toen neergeschoten. Ik heb dat niet gezien, alleen maar het schot gehoord natuurlijk, want ik heb hard doorgereden. En toen is hij in het ziekenhuis terechtgekomen, die de Graaf, en toen leefde hij nog. Toen schijnt hij dus de naam van Toffie Hofland genoemd te hebben, want die had hem geschaduwd, dus waarschijnlijk kon hij die ook gezien hebben. Toffie Hofland, een jongen van begin 20. Hij speelt waterpolo op hoog niveau en veel Wormerveerders kennen hem. Ja, was een handige jongen, Toffie, ja. Ja. Ook wel een populair figuur, ja. Ja. Na de aanslag op Gerben de Graaf is hij verdachte, maar gek genoeg leidt dat niet tot een arrestatie. Het is 7 oktober, 4 dagen later, als de foute politieagent Bouwens een ronde maakt over de Zaanweg. Hij is SS'er, een van de gemeenste in de streek. De verzetsgroep RVV wil hem neerschieten, maar het overkoepelend verzet vindt dat een slecht plan, want een dag later zou hij overgeplaatst worden naar het Oostfront, waar de Duitsers tegen de Russen vechten. Bovendien weten ze dat de Duitsers wraak zullen nemen als Bouwens wordt geliquideerd. Toch besluit de RVV hem neer te schieten. Uit solidariteit met de Russen. Hier, voor de slagerij van Fontijn. Mijn moeder was aan het strijken. En opeens hoorde ze pief, paf. En dat zag ze, dat hij neergeschoten was. En ze had de laken gegeven. Want ja, alle bloed en weet ik wat, dat was ook zo. Dus zodoende, ja. Slechts een paar uur later arriveert de Grüne Polizei. Een speciale politiedienst met alleen maar Duitsers in dienst. Ze zijn boos en willen wraak. De vader van Agaat Fontijn wordt gearresteerd, want de liquidatie gebeurde voor zijn slagerij. Mijn vader werd dan op het politiebureau neergezet en zo. En ja, er waren nog een paar mensen. Natuurlijk, hij wist natuurlijk niet wie. En zouden ze eigenlijk daar doodgeschoten wouden worden. Maar de lokale politie overtuigt de Duitsers dat Fontijn het niet gedaan kan hebben, omdat hij niet in de buurt was. Bovendien is hij als slager belangrijk voor de voedselvoorziening. Ja, hij zegt, buurman kunnen we niet missen. Nou, gepraat. Nou, op les mocht mijn vader naar huis toe. Maar de Grüne Polizei wil kosten wat kost een daad stellen. En dan duikt de naam van Toffie Hofland ineens weer op. Omdat hij betrokken was bij die ene liquidatie, zal hij ook wel met de andere te maken hebben gehad. Zo redeneerde de politie. Toen kwamen dus die moffen op Toffie af, op de moeder van Toffie en de vader. Maar bij een huiszoeking is Toffie niet thuis. En moesten zeggen waar Toffie zat. Als ze niet zei waar Toffie was, dan namen ze de oude mee. Dat mensen hebben moeten kiezen tussen de vader en de zoon. Het is erg, dat is heel erg geweest, ja. Als je na moet gaan dat je moeder moet kiezen tussen je man en je zoon. Ja. Dirk Hofland, de vader van Toffie, wordt meegenomen. De moeder van Toffie staat nu voor een onmogelijke keuze. Haar zoon aangeven, in ruil voor haar man. Maar moeder Hofland weet zeker dat als ze haar zoon aangeeft, ze haar man toch niet terug zal krijgen. Drie dagen later wordt Dirk Hofland met een groep mannen uit Kampen, Groningen en Amsterdam geëxecuteerd. Iedereen die voorbij loopt moet verplicht kijken, ook Jan Keuter. Toen wij daar liepen, kwam er dus uit de Stationsstraat een legerauto met gierende remmen en die stopte hier. En ja, die Duitsers die zat schreeuwen, commando's en die jongens werden op een rijtje gezet. En 5 soldaten die moesten richten dus op die jongen. Daar werden commando's gegeven, richten. Werd een commando gegeven, vuur. En nou ja, toen zagen we ze vallen. Niet alleen bij de familie Hofland speelt zich een drama af. Ook de anderen die op het monument staan hebben niets met de liquidatie van agent Bouwens en Gerben de Graaf te maken, maar worden toch geëxecuteerd. Het zijn zogeheten Todeskandidaten. Eerder opgepakt voor soms kleine vergrijpen en dan wachten ze in een cel tot de Duitsers ze uit wraak neerschieten op een plek waar het verzet een aanslag pleegt. Dirk Hofland, Benedijkstra, Jan van der Weert, Jan Goldschmeding en Cornelis Dijksterhuis betaalden hier de prijs voor onze vrijheid. Vrijheid. Je kan zeggen wat je wil. Ja. Wij konden toen niet zeggen wat we wilden. En je kon ook niet doen wat je wilde.